Het is overwegend de zwarte uitrusting voor KV Kortrijk. Voor de bezoekers. Wel nog wat mensen in steun die ook offensieve intenties hebben. Bevliegingen. En daar is natuurlijk ook wat positie zoeken. De eerste corner van de wedstrijd levert een kopbal op. Alaversa. Sowieso bedrijvig. Zo is hij ook begonnen aan deze partij. Ja, dit is aardig. En de kopbal van Gano gaat erin. Op aangeven van Chevalier. En dan is er een hele snelle voorsprong voor de bezoekers voor KV Kortrijk. Voorzet van Chevalier die rustig mag trappen ook wel. En dan is het de vraag. Wat was de positie van Gano precies? Was die buitenspel of niet? Hij dook in. Olinga pikt op. Onana geeft mee met de linkervlak. Waar Mohamed zijn voorzet kan versturen. Het is een goede voorzet van Mohamed. En Da Costa. Ook al was de eerste vraag. Wordt hij voor zijn neus al verlengd met het hoofd. En dan is het natuurlijk een beetje verrassend. Omdat Shades. Het was Makarenko die in de lucht hing. Maar net niet het voorhoofd tegen kon zetten. Gueye gaat tot net de 16 meter in en gaat zijn kans wagen op doel. Met een knal helemaal richting Hervé Koffie. Gueye als eerste op de bal. Alaversa gaat het ook van op en af van proberen. En daar is de 0-2 door een afgeweken bal. En dat is sneu voor Mouskroen natuurlijk en voor Koffie. Omdat hij daar net geen tijd meer had om met de reflex uit te pakken. Hij heeft de staat van het terrein dan ook wat mee te maken. Van de dreiging van Kortrijk kwam er dan toch vooral in het begin van de wedstrijd. Daarna was het heel wat minder. En dus denkt Palaversa, ik ga het eens proberen van op een afstand. En dan ziet Koffie die bal goed vertrekken, dat wel. Maar door het redelijk snel afwijken, die deviatie, is hij kansloos. Tien minuten verder zijn we nu intussen in die tweede helft, maar geen 10 minuten gevoetbald. Daar is ruimte bij Tabeku. De Walen probeert dat te verhinderen, dat tikje is een goed idee. Chares gaat zijn kansen en dan is er wel een fantastische parade van Ilic. En ook dit werk en dit tikje lijkt prima. Moet er een klein beetje op weg te wachten, Chares. Spectaculair. Hij hangt de lucht in. Deze pas is voor Gueye, maar ik denk dat de vlag nog zal komen. Nu komt in elk geval de penalty en nu is de vraag, komt de vlag nog? Even wachten. Even wachten. Het is gewoon rood intussen voor Gueye. Het was geen intentie om de bal te spelen. Zelemani wordt daar bijna van de wijs gebracht door al die aanwijzingen, vind ik. Maar doet dat knap, blijft rustig. Toch niet in de 16 meter. Zelemani laat zich niet van de wijs brengen. En scoort de 0-3. En zo heeft Mouskroen een zware taak, zeg. Een slordigheid in de 16 meter van de tegenstander. Want Gueye was zo moeilijk te bereiken natuurlijk. Een bal die afwijkt en Jonkeren kan daar nog zijn rechter tegen zetten. Matic kan die voorzet nog trappen. Hier zit wat in voor Sades. Goed hoor. Ja, en in de aanloop daarnaartoe. Bravo Erik. Ik kan die nog gebruiken om deze corner aan te snijden. En daar komt nog de kopbal. En zo zijn de laatste seconden van Mouskroen KV Kortrijk achter de rug. En is er
Een applaus van Bart Meert.